De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname, Stiva Suur, heeft vandaag haar eerste nationale bewustwordingscampagne gelanceerd in het Waaggebouw. Daarnaast heeft de stichting ook haar plannen voor de komende 5 jaar aan het publiek gepresenteerd. Stiva Suur wil met de campagne de gemeenschap bewust maken van de risico's die gepaard gaan met onverantwoord alcoholgebruik. De slogan van deze nationale campagne is: hoe eindigt jouw rit? Kom veilig thuis. Don't drink and drive. Volgens Margarita van der Zwart, ondervoorzitter van Stiva Suur, gaan alcohol en rijden in het verkeer helemaal niet samen. Ze is ervan overtuigd dat deze campagne een grote bijdrage zal leveren aan het verbeteren en van waarden en normen op dit gebied. We hebben gekozen om onze eerste campagne te lanceren in de maand van de verkeersveiligheidscampagne van de Corps Politie. Omdat we van mening zijn dat onze boodschap goed aansluit bij de reeds bestaande goede initiatief van de ministerie van Justitie. Omdat we elkaars boodschappen versterken en uiteindelijk hetzelfde doel beogen en het is meer veiligheid in het verkeer. Maria? De boodschap is: kom veilig thuis. Heel belangrijk voor iedereen. Het is van belang als je op straat bent, je hebt een lekker borreltje gedronken, maar dat je ook veilig thuis kan komen bij je familie. En de aandacht is dus daarom: kom veilig thuis. En na al consumptie om niet zelf deel te nemen aan het verkeer. Nou, waarom doen we dit? De alcoholproducerende en verkopende bedrijven nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de samenleving steeds beter te informeren dat alcohol en rijden in het verkeer absoluut niet samengaan. Met de campagne zeker wij het gevoel van de samenleving aan te spreken en de beleving van de negatieve gevolgen voor te houden middels visuals. De communicatiemiddelen die gebruikt worden voor de campagne zijn billboards en stickers. De billboards komen op verschillende strategische plaatsen in de districten Paramaribo, Wanica en Para te staan, terwijl de stickers in verschillende bedrijven geplaatst zullen worden. Stiva Suur voorzitter Diana Havait legt uit waarom deze 3 districten zijn uitgekozen. We hadden een beperkt budget en dus daarom hebben wij ook gekozen voor de grootste districten. En dat zijn Parawanica en Paramaribo uiteraard. Maar dat betekent niet dat we niet in de andere districten, want ook in Ikeri en in komen er ook aan verkeersongevallen voor. We zeggen niet dat we dat hierbij zullen houden, maar voor de eerste campagne rekening houden met ons budget en de beschikbaarheid van billboards hebben wij voor deze 3 districten gekozen. Diana Havait, voorzitter van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik in Suriname, Stiva Suur. De stichting heeft vandaag haar eerste bewustwordingscampagne gelanceerd. Stiva Suur wil de gemeenschap hiermee bewust maken van de gevolgen van onverantwoord alcoholgebruik.